Kun je iets vertellen over de onderwijsontwikkelingen in Nederland, Gert-Jan? Ja, dat kan ik zeker. Dat is, het leuke is, je hebt in Nederland heb je een aantal stappen. Je hebt een stap richting 2020 en 2032. En misschien is 32 wel het interessantste. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel heel ver weg. Eigenlijk moet je 5 jaar vooruit zien te kijken. Maar er is ook een commissie in Nederland is actief geweest om te kijken van wat vraagt nu het onderwijs in 2032. En in ieder geval zijn ze tot een aantal aspecten gekomen waarin persoonlijke ontwikkeling heel erg centraal komt te staan. En waarin verbreding en verdieping ook een plek heeft gekregen. En eigenlijk heb je dan een opbouw van een soort curriculum vanuit een stukje basis, kennis van de wereld om je heen en vakoverstijgende vaardigheden. En daarmee, even in een nutshell, kun je eigenlijk zeggen van nou, dat is nu de crux waarin hoe het onderwijs eruit moet gezien. En hoe je dat dan exact gaat vormgeven, dat moet allemaal nog worden besproken. Maar wat er eigenlijk onder ligt, en dat zie je op dit moment al in Nederland gebeuren, en dat zie je ook bij het streek inmiddels, maar ook de collega-scholen, dat steeds meer maatwerk, zeg maar passend bij de ontwikkeling van het kind centraal komt te staan. En daar komt dus die ontwikkeling, die persoonlijke ontwikkeling vandaan. En dat vind ik wel een hele mooie keuzes die voor ons liggen. Ook de route die nog uitgestippeld is. We hopen alleen wel dat we de ruimte krijgen om dat ook werkelijk vorm te geven. Er zijn natuurlijk soms ook wel zaken die je daarin nog wat belemmeren. Mm-hmm. Persoonlijk vind ik, maar dat is een hele persoonlijke noot, is dat ik zeg van ja, weet je, de onderwijskundige tijd die volledig wordt gevraagd, vind ik nog wel hoog. Ik denk dat dat iets minder kan. Ik denk dat dat meer ruimte biedt voor de ontwikkeling vanuit de kant van de docent. Hè. En tegelijkertijd kun je daar meer de vakinhoud gaan voor de leerling en de verbinding met bedrijfsleven gaan te creëren. En je kijkt een beetje bedenkelijk nu. Je denkt van, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Ja. Nou ja, de vakken zullen toch ook gegeven moeten worden? Ja, je vakken moet je natuurlijk wel geven. Maar als je ziet is dat het kennisinhoud, die blijft natuurlijk in die zin overeind. Ja. Maar als je die kennisinhoud weet te verbinden met praktijk en verbinding met de praktijk, op welk niveau je ook functioneert, mm-hmm. daar zit die persoonlijke ontwikkeling. En ik zeg ja, als je nu zeg maar fysiek aanwezig moet zijn in een schoolgebouw qua onderwijskundige tijd, dan kan het ook wat belemmerend zijn. En daar zijn er allerlei rekenmodellen voor, waardoor een excursie bijvoorbeeld ook wel meedeelt. Maar laat dat wat meer ruimte. Dus geef wat meer ruimte in die ontwikkeling. Dat is een persoonlijk oproep van mijn kant. En ik denk dat dat meer recht doet aan de ontwikkeling en de wensen die ook de docenten hebben. Ik zeg altijd, enerzijds zeggen ze de leerling centraal. Aan de andere kant vind ik ook, je kunt pas de leerling echt centraal zetten als je de docent ook centraal zet. Die docent moet het ook doen. De match tussen de docent en de leerling. Je moet ze vinden. Ja, nee, precies. En je moet ze ook nog vinden. Ja, dat is een tweede. Dat is ook nog een heel punt. Ja. Goede docenten. En die met liefde voor het vak en met liefde voor die leerling hun werk doen. En gelukkig kom ik er heel veel tegen. Kan ik echt oprecht zeggen. En tegelijkertijd vraagt het veel van hun dit vak. Omdat ze eigenlijk in een soort, bijna zo'n soort gehaastheid de lessen moeten geven. Terwijl ik zeg, geef ze meer tijd en ruimte om hun eigen vakontwikkeling te kunnen doen. Ja. Dat kunnen we uit school en uit bekostiging allemaal niet meer doen. Dus daar moet de Rijksoverheid, zeker met deze ontwikkeling van 2032. Om die persoonlijke ontwikkeling van het kind en de verbreding en verdieping te doen. Om daar ruimte aan te bieden. Ja. Duidelijk. We gaan luisteren naar Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?